Kort voor het Vista. Vandaag weer toe tot uitgang. We gaan beginnen. Hallo allemaal, ja, welkom terug. Welkom bij het Vista. Welkom bij weer een gloednieuwe video. Heel erg vet. Ja jongens, jullie weten het allemaal. Het EK komt eraan. Ja, EK 2024. Hoe vet is dat? Benieuwd in Nederland gaat doen. Hè? Daarover trouwens binnenkort een heerlijk gave review video gaan we daarover doen. Hè? Maar hoe gaaf is het om nou ook lekker door te gaan met de Tour door Duitsland. Ja, enige tijd geleden zijn we ermee begonnen. We hebben in totaal al 4 steden aangedaan. Hè? En vandaag gaan we weer verder. Gaan we nog veel meer steden doen. Ik kan jullie vertellen, ik heb er heel veel dingen op de planning staan. Vanuit Duitsland. Dus hoe vet is dat? Goed, wat gaan we vandaag aandoen? We gaan vandaag Kranenburg aandoen. Dat is een plaatje net over de grens. Heerlijk gaaf, er komen ook nog plaatsen bij. Zelfs het EK gespeeld wordt, hoe vet wordt dat? Echt heel veel content die kan nog klaarstaan. Maar vandaag gaan we lekker verder met Tour de Duitsland. Ja, goed, daarover zo meer. Wat gaan we nog meer doen? We gaan vandaag natuurlijk iemand blij maken met 30 uur shoptegoed van Duurcommerce. Hoe vet is dat? Ja, wat moet je daarvoor doen? Ja, elke keer hetzelfde. Hè. Geabonneerd zijn, een video geliked hebben. Hè. Instagram vragen van Duo trouwens, kan ik je vertellen. Het heet nou ook Duo, maar binnenkort gaat dat veranderen. Hè? Ga ik het over een tijdje over hebben. Heel gaaf, want ze gaan van naam switchen. Maar goed, daarover binnenkort veel meer. Heel erg gaaf. Hè? En je moet natuurlijk die hashtag gedaan hebben onderin. Hè? En dan kun je kans maken op 30 euro shoptegoed. Die hashtag vertel ik gewoon door de video heen. Daar gaat gewoon heel erg tof worden. Dus ja, goed, ga dat gewoon in de gaten houden. Heel erg gaaf. En natuurlijk aan de video ga ik natuurlijk ook de winnaar bekendmaken van vorige video. Hè? Funko World. Hashtag Funko World. Dat was namelijk de opdracht. Kon je kans maken op 30 euro shoptegoed. Is gedaan. We hebben een winnaar. Hoe vet is dat? Goed, Tour door Duitsland. Ja, we zijn in Duitsland geweest, Kranenburg. Niet zo'n heel groot plaatje, maar wel heel gave winkels. En voornamelijk een van de leukste winkels inderdaad, die ik zelf vind om naartoe te gaan, dat is namelijk de Müller. Heel erg gaaf. De Müller zit niet overal, maar Kranenburg zit een hele grote vestiging, dus daar zijn we geweest. Ja, wat we hebben er allemaal gevonden, we hebben er allemaal gezien. Ik laat jullie gewoon zelf zien, dus we gaan beginnen. Zo, we gaan naar de Müller. Kijk wat ze hier hebben. Oké. Okay. Dit is 16,90. Mewtwo. Daarachter zitten allemaal andere, hè? Of Flox. Wel vet. En hier hebben we ook nog. Ik denk toch dat ik voor deze ga de Fox versie. We hebben ook nog een normale SPN daar. Heel vet. En we laten deze toch liggen. Dan zie je hier ook die hele vette Yokio. Die is zo cool. Voor 15,91. Yes, ja, de Müller. Goed, ik heb hier een tasje. Het was lastig. Ik heb zitten twijfelen tussen meerdere pops. Ik kan je zeggen, ik heb ze gewoon normaal gekocht. En de allereerste ga ik gewoon bijpakken. Jullie hebben het natuurlijk in het videootje al gezien. Maar deze was wel echt heel erg gaaf dat ik deze heb gevonden. Het was namelijk van Pokémon. Het is namelijk Espeon en de Flocked Editie. Nummertje 884. Kijk aan. Had echt een hogere PPG-waarde als deze. Moet ik wel eerlijk bekennen. De pops waren verkeerd geprijsd. Dus ze waren echt allemaal 5 euro tot een tientje verkeerd geprijsd. Hè? Na er inderdaad suiker bij het scannen, moest ik even teruggaan. Hebben ze mij wel mijn geld teruggegeven voor hetgeen wat ik te veel betaald had. Maar werden ook meteen inderdaad de pops opnieuw gestickerd. Dus ja, ik weet niet of ze voor deze prijs nog steeds lezen als jullie in de video lagen. Maar ik ben wel blij dat ik deze heb gescoord. Nummertje 884, ESPN, de Flock. Mijn eerste Pokémon Flock moet ik eerlijk bekennen. Volgens mij, ja, dit is mijn eerste Pokémon Flock die ik heb. Hele gaaf, nummertje 884. ESPN, hele gave pop. Ja, ik vind de Müller gaaf. De pops zijn leuk geprijsd. Niet een al te dure kant. Dus echt een heel aanrader om als je eens een keer in Duitsland bent om naartoe te gaan. Ik hoorde trouwens binnenkort ook dat de Teddy, dat die ook pops verkochten. Dus daar gaan we binnenkort ook nog eens een keertje kijken. Want we hebben nog veel meer Duitse steden op de planning staan. Hoe vet is dat? De volgende zagen jullie ook. En dat is heel gaaf. Die is toch van 15 euro. Was ook verkeerd geprijsd. Want uiteindelijk inderdaad was die 23 euro moest ik bij het scannen. Dus die pop was ook verkeerd geprijsd. Dus, maar ik heb hem voor 15 euro kunnen meenemen. Het is namelijk van Yu-Gi-Oh! Nummertje 1456. Kijk, de prijs staat er nog op. Kijk eens aan. Hoe gaaf is deze pop? Echt heel gaaf. Deze is nog niet zo oud. Toch? Deze komt volgens mij uit 2023. Ja, 2023. En ik vind hem zo ontzettend tof. Kijk eens aan. Een set van 6. Yo, ik ga proberen het stickertje eraf te krijgen als het zo lukt. Heel makkelijk. Ja, dat lukt wel. 15,99. Hij is niet zo overwaarde hoor. Dat ik zeg van nou 30 euro was zo. Maar een beetje rond dezelfde prijs. Maar kijk eens aan. De XIZ Dragon Cannon van Yu-Gi-Oh! Hoe gaaf is deze pop? Echt heel gaaf. Groot, zwaar.
En weer even een tijdje geleden dat ik weer zo'n grote pop in de collectie kon bijvoegen. Echt toevoeging, moet ik zeggen. Heel gaaf. Ik zet deze eventjes hier neer. Heb ik wat meer ruimte. Gaaf. Ja, dat is hetgeen wat we bij de Müller hebben weten scoren. Maar ik had nog een paar hele gave pots die ik onderweg had. Vindt het volgens mij eentje niet, maar de andere wel. En die is ook weer van een speelgoedwinkel exclusief. Goed, ik ga er lekker doorheen. De allereerste, heel gaaf. Ik heb deze film toevallig vorige week voor de eerste keer gezien. Het is namelijk van Godzilla vs. Kong. 2019. Die had ik eentje binnen, maar het is Mega Godzilla. Kijk eens aan. En deze is echt heel erg gaaf. Een hele zware pop ook. 2019, ik vond de film echt wel heel erg leuk om te zien. Vermakelijk, niet hoogstaand, maar voor de rest best een leuke vermakelijke film. Ja, hier zitten heel veel pops in hoor. Je hebt Godzilla 10 inch, Kong Dead 10 inch, dan Godzilla en dan de Heatwave Godzilla. Deze natuurlijk, Mecha Godzilla. Battle Ready Kong en Kong with Battle Axe en Battle Scared Kong. Ja, in principe zijn het maar drie figuren die erin zitten. Dat is Godzilla, Kong en Mecha Godzilla. Oftewel de drie grote hoofdkarakters uit de film. 2019, ik vind hem heel gaaf. Dit is echt weer zo'n speciale pop. Ja, pop dat eigenlijk geen pop is. Ja, ik vind dit echt gaaf. Moet je die sculpt misschien. Hij zit ook schuin in een doosje, want hij anders niet in past. Kijk eens aan, hoe gaaf is hij. Heel gaaf. Deze is al ook van 2023, dacht ik. Of 2022, kijk eens aan. Godzilla vs. Kong. Ja, echt heel erg blij mee. Ja, echt heel erg gaaf. Echt een heel erg gaaf winkel is dat trouwens. Hoor. De Müller. En deze keer, wat zei ik nou? Kranenburg, daar ben ik geweest, Kranenburg. Dus mocht je meedoen met de giveaway, hashtag Kranenburg onderin zetten, hashtag Kranenburg. Kun je meedoen met dingen met die 30 euro shoptoe van Diocommerce. Heel erg gaaf, hashtag Kranenburg. Dat is de laatste keer dat ik het zeg. De volgende is heel gaaf, dit is namelijk een Funko HQ Exclusive Limited Edition. En deze pop wilde ik ook al een tijdje. Ik wilde tenminste een pop uit deze serie. Er zijn er heel veel van gemaakt. Het is namelijk voor de eerste mid, moet ik zeggen, een pop mid. Het is namelijk Bigfoot nummer 28, de Blacklight Edition. Kijk eens aan met die hele gaaf sticker, die HQ sticker. Hoe gaaf is het nummertje 28 van Bigfoot. Echt heel erg gaaf. Ja, er zijn er echt heel veel verschillende van. Dit is de Marshmallow editie, terwijl ook de Marshmallow editie heel verschillende van zijn. Kijk eens aan. En de doos, ik vind hem ontzettend gaaf. Ik heb ook al meteen in de protector gedaan. Heel gaaf. Dit was mijn tweede HQ exclusive. Ik had ook al Freddy Funko de HQ had ik. En nu heb ik deze erbij. Hele gaaf pop van Bigfoot. Nummertje 28. Heel erg blij mee. Deze komt trouwens wel van Vinted. Trouwens, als je echt op zoek bent inderdaad naar een pop, inderdaad. Je kunt natuurlijk P-pops. Je kan altijd zoeken naar een pop. Is echt een aanrader. Maar goed, kijk eens op Vinted. Hè. Daar staan er vaak inderdaad ook. Kun je hem vinden. Verzendkosten zijn ook heel laag. Dus ja, ik vind het heel erg leuk om daar dingen te kopen. Zo heb ik ook deze pop aangekocht. Dit was namelijk een exclusive pop. En er zijn er ook wel meer van. Maar deze komt helemaal uit Canada. Kun je in Nederland niet kopen. De winkel heeft vroeger trouwens wel gezeten. Ik weet vroeger inderdaad in Eindhoven ging ik als kind er regelmatig toe. Het is namelijk Toys R Us. Ja, Toys R Us zat vroeger in Eindhoven. Meerdere plekken. Maar voor mij was Eindhoven dichtstbij. En daar is een hele gare exclusive pop van. Hij is in meerdere karakters. Ik heb deze keer de Superman editie. Het is namelijk, ja, jullie weten het al, Jeffrey S. Superman. En dit is dus de exclusive only at Toys R Us. Ja, kijk eens aan. En je kunt ook zien, dit is de Toys R Us Canada editie. Dat kun je zien door het Canada logootje, het Canada blad in de letter R. En zo ook op de exclusive sticker. En dit is Jeffrey dus verkleed als Superman, nummertje 104. Ja, ik vind hem echt te gek. Ik vind hem echt te gek. Ik vind het heel gaaf om Jeffrey te verwelkomen in de collectie. Dus die staat er zeker bij. Ja, ik vind hem heel gaaf. Dit is een ad-icon. Nummertje 104. Jeffrey S. Superman. Heel, heel, heel erg gaaf. Kijk eens aan. Echt heel vette pop. Jeffrey S. Superman. Nummertje 104. Heel erg blij mee. Echt heel erg blij mee. Yes, 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 yes. Ja, nou tot zover weer hetgene wat we gescoord hebben tijdens deze Tour door Duitsland video. Hè. Echt heel erg gaaf. We gaan nog veel meer Tour door Duitsland video's doen. Zeker nu het EK eraan komt, is het veel leuk om dat in deze trend te doen. We gaan natuurlijk nog een EK special doen. We gaan nog een speciale anniversary special doen. We gaan nog we gaan echt heel veel dingen doen. We gaan een mystery battle doen met Sien, moet ik zeggen. Ik heb het vroeger met Levi gedaan, maar Sien wilde graag mijn mystery battle doen. We hebben al mystery boxen gekocht. Die heb ik ook allemaal klaarstaan. Ja, veel te veel om op te noemen. Dat gaat echt heel erg gaaf worden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze pop vinden. Het Yugi ook, moet ik zeggen. Ben ik wel heel erg blij mee dat ik die heb weten scoren. Ja, ik was er niet vandaag op zoek, maar ik kwam tegen. Voor de geld kon ik hem niet laten liggen. Pokémon kon ik eigenlijk ook bij toeval tegen. Maar voor die plek kon ik niet laten liggen. Ja, deze heb ik echt wel inderdaad opgezocht inderdaad, om die te scoren. Deze komt van Eagle Toys, als ik me niet vergis. Maar deze twee inderdaad van Vinted. Heel erg gaaf. Heel erg blij mee.
Goed, en dan gaan we iemand blij maken. We gaan iemand blij maken met 30 euro shoptegoed. Ja, van nu nog duur commerce. Maar goed, hoe dat gaat, ga ik over een tijdje ga ik daar wat meer over vertellen. Maar we hebben iemand gevonden, die heeft de hashtag Funkebord gedaan. Die heeft natuurlijk geabonneerd, video geliked en die Instagram pagina van Duo heeft hij gevolgd. En ja, die heeft gewonnen en we gaan de winnaar bekendmaken. En dat doen we door middel van een tromgeroffeltje. En daar gaat hij beginnen. Bam, yes, staat jouw naam nou daarboven. Hartelijk gefeliciteerd, jij wint 30 euro shoptegoed van Duo Commerce. Wat moet je doen? Even een mailtje sturen naar altivisten@gmail.com. Doe dat, hè. Doe eventjes een mailtje sturen naar altivisten@gmail.com. Anders kan ik jou niet benaderen, hè. Je kunt wel een reactie sturen in een video, maar dat schiet niet op, hè. Dan kan de code moeilijk in de reactie zetten. Dus stuur even een mailtje en dan krijg je zo snel mogelijk de code toegestuurd. En dan kun je zo snel mogelijk 30 euro shoppen bij Duo Commerce. Hoe vet is dat? Yes. En vandaag kun je wederom kans maken op 30 euro shoptegoed. Ja, dezelfde dingen geliked hebben. Video geabonneerd zijn. Instagram van Duo Commerce. Nou goed, ik heb het net allemaal al gezegd. En natuurlijk hashtag plaatsen onderin. Hashtag heb ik al gezegd wat je moet doen. Hè? Hashtag welke jongens plaatsen. Dus dan moet je even terugkijken in de video. Wat ik gezegd heb. Hè? En als je dat allemaal gedaan hebt. Ja, dan kun je meedingen aan 30 euro shoptegoed van Duo Commerce. Hoe vet is dat? Dus ga dat doen. Ga dat doen. Yes. Nou, ik zei het al. Hè? Er staan heel veel dingen op de plek. Vandaag eindelijk weer een keer een echte Tour de Duitsland video. Ik heb ook nog wat Tour de België en wat Tour de Nederland video's klaarstaan. Maar goed, dan gaan we straks lekker naar ATK en we doen. De vakantie komt eraan, dus we gaan wat dingetjes op de planning zetten. Maar het gaat echt, ja, het is gewoon te veel. Het wordt echt bomvol wat ik allemaal nog heb laten staan. Wat ik allemaal nog heb staan en wat ik allemaal nog wil laten zien. Het gaat gewoon heel gaaf voor. Dus ga dat allemaal niet missen. Hoe kun je ervoor zorgen dat het niet mist? Heel simpel, hieronder kun je abonneren. Doe dan natuurlijk op dat belletje. Als je een belletje hebt, krijg je een melding als de video online staat. En vandaag zie je het weer. Dan heb je een melding gekregen als die nieuwe giveaway en uitslag en die gave Tour de Duitsland video online staat. Dus ja, die heb je dus niet gemist. Dus tip voor de mensen die hem wel gemist hebben of deze video later zien. Doe dat eventjes. Heel gaaf. En aan die kant kun je een duimpje omhoog geven. Ook heel blij mee als je dat doet, maar ook essentieel om mee te dingen aan die 30 shoptegoed van Duo Commerce. Heel erg tof. Ja, ik ben heel erg benieuwd welke pop jullie nou het gaafste vinden die ik gekocht heb. Ik moet eerlijk bekennen, lastig. Kijk, deze twee ben ik echt naar op zoek geweest. Dus ja, voor mij zijn deze twee dan echt wel de, ja, grills. Een soort van grills die ik heb weten scoren. Jeffrey, Bigfoot. Je vindt ze niet zoveel. Volgens mij zijn ze ook valt, als ik me niet vergis. Vooral die Jeffrey. Heel erg gaaf. En ja, deze vond ik ook heel erg gaaf, omdat die Sculpel gaaf was. Ja, en deze twee ben ik gewoon tegengekomen. Kon ik niet laten liggen en ben ik ook heel blij mee om die in de collectie toe te voegen. Dus heel erg gaaf. Ik ben heel erg benieuwd. Laat ook even weten in de comments welke jullie nou tos vinden. Goed, ja, EK komt eraan. Dat gaat heel erg gaaf worden. Er komt een EK special aan. Hoe we daar allemaal in gang gaan zetten. Goed, dat gaan jullie gewoon zien in de, op de volgende of de eerstvolgende video. Weet nog even niet hoe de planning gaat zijn. Maar er komt nog heel erg veel content aan. Dus ik zou zeggen allemaal super bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel weer. Tot de volgende video. Goed, jullie doei. Doei.